Dag dames en heren, er staat een behoorlijk wisselvallig weekend op het programma met veel bewolking, van tijd tot tijd regen en ook een stevige wind, met daarbij langs de kust soms ook kans op zware windstoten. Dat wisselvallige en onstuimige weer hangt samen met het lage drukgebied. Dat lage drukgebied zien we een heel eind ten westen van ons liggen, maar komt dit weekend langzaam wel wat meer in onze buurt en zorgt vanaf zaterdagavond voor de nodige regen. En met name in de nacht naar zondag en zondag overdag kan het op veel plaatsen langdurig regenen. Pas later op zondag trekt die regen dan langzaam naar het oosten weg en breekt mogelijk nog even de zon door. Maar veel ruimte voor de zon zal er dit weekend niet zijn. Zaterdagochtend begint nog wel met af en toe zon, met name in het oosten en noorden van het land. Maar in de loop van de ochtend en 's middags zien we vanuit het zuiden al de bewolking steeds verder toenemen. Vanaf de tweede middaghelft, gevolgd door regen. En daarbij gaat het stevig waaien, matig tot krachtig, uit het zuiden tot zuidoosten. In de avond, langs de kust en in het noordwesten mogelijk een harde tot stormachtige wind. Windkracht 7 tot 8, met daarbij ook windstoten tot zo'n 75 à 80 km per uur. De middagtemperatuur komt voor de regen uit nog wel uit op een graad of 16. En dan zondag, dat wordt een hele natte dag. De bewolking overheerst en er zijn flinke perioden met regen, met name in het midden en oosten van het land. En het is niet uitgesloten dat er op sommige plaatsen zo'n 30 tot 50 mm neerslag kan vallen binnen 24 uur tijd. Dat is ruim een halve maand hoeveelheid aan neerslag. In de loop van zondagmiddag zien we vanuit het westen de regen langzaam naar het oosten wegtrekken en mogelijk breekt met name in de kustgebieden dan nog even de zon door. De middagtemperatuur komt uit rond 15 graden, maar het oosten en zuidoosten komt mogelijk heel even in de zachte lucht terecht vanuit Duitsland, waardoor het daar zo'n 18 graden kan worden. Verder staat er nog altijd een stevige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Die wind blijft ook begin volgende week flink doorstaan. Een windkracht 4 tot 6 meestentijds uit de zuidwestelijke richting. En daarbij blijft het weerbeeld toch behoorlijk wisselvallig met dagelijks wel een paar buien of wat regen. Maar met name vanaf woensdag ook wel wat meer ruimte voor de zon. En de middagtemperatuur ligt rond normaal voor de tijd van het jaar met maximaal een graad of 16. Ik wens u een goed weekend.